En ik wil jullie ook bedanken, want ik heb namelijk de 10 abonnees. Hallo mensen van GameTijd en welkom weer bij een nieuwe video. In deze video gaan we weer Minecraft Survival Island doen en ik heb er super veel zin in. In deze Minecraft Survival Island gaan we beginnen aan de varkensfarm, want dat was één ding wat op het bord stond. Dus dat ga ik deze aflevering doen. En ik wil jullie ook bedanken, want ik heb namelijk de 10 abonnees bereikt. Gefeliciteerd! Hey, dankjewel! Hey! Welkom, ik ben jouw wereld gewoon. Ja, gewoon omdat we 10 abonnees hebben, hebben we gewoon iemand erbij. Ja, ik ben er gewoon bij, deze video. Ja, deze video ga ik niet alleen doen. Nee, voor de mensen die het willen weten, dit is Mitchell, mag ik wel zeggen toch? Ja, hoor, dat mag je zeggen. Tuurlijk. Ja, dus Mitchell, wij zijn vrienden van elkaar, we kennen elkaar van school. En je wilde graag een keer meedoen. Ja, ik vond het wel leuk, inderdaad. En eigenlijk wilde ik het... Ja, en eigenlijk wilde ik het vorige aflevering doen, maar toen hebben we gewoon een half uur lang niks gedaan. Ja, we gingen gewoon een leuke klooien in de wereld, maar ja, dat ja, en toen wilden we net gaan opnemen en toen moest je gaan. En toen was ik gaan, jammer genoeg, maar ja, nu ben ik er, dus dat is goed. Ja, en ik heb in deze, in de tussentijd dat we alles klaar gingen zetten en zo, heb ik even alle farms een paar keer leeg gehad. Dus we hebben genoeg eten voor deze aflevering. Dat is mooi, en je hebt ook wel nodig namelijk. Daarom. Er zit hier wat in de oven wat je kan pakken, als je het nodig hebt. Oh ja, dankjewel. En ja, we hebben dus de 10 abonnees behaald en daarom wil ik eventjes iets in beeld laten komen, want je hebt wat gemaakt voor mij. Ik heb iets voor jou gemaakt, speciaal voor jou, voor je 10 abonnees. Dus, daarom, en dat komt nu in beeld. Nou, ik vind het prachtig. Ja, is dat ik vind top. Het echt goed. Officieel van YouTube, hè? Ja, hij is wel officieel van YouTube. Hij is wel officieel van YouTube, dus gefeliciteerd daarmee. En gefeliciteerd met de 10 abonnees. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik doe het gewoon voor de lol. Ik vind het gewoon grappig om te doen. En dan die 10 abonnees, gewoon leuk. Is gewoon leuk, mooi meegenomen. Daarom. En we gaan dus deze aflevering werken aan de varkensfarm. Hij staat hier als eerste op het bord. En daarom heb ik jou uitgenodigd, want jij bent daar natuurlijk heel goed in. Ik ben heel goed in farms bouwen, ja. Dat is mijn expertgebied, dus helemaal goed. Nee, wat het wel is, jij hebt wel echt heel veel verstand van Minecraft in vergelijking met mijn kennis. Dus ik help waar het nodig is. Daarom. Laten we beginnen met dirt te plaatsen. Oké. Okay. En het lijkt me wel mooi. Om het bij deze farm in de buurt te doen. Dus jij mag kiezen, rechts of links ervan? Ik denk links, want links is wat meer open. Ja, dat vind ik een goed idee. Dan mag dit denk ik weg. Misschien een beetje vol. Oh ja, top. En dan gaan we het hier... Ja, ik denk dat we dit ook gewoon een stukje moeten uitbreiden. Ik ga trouwens tools voor je maken. Helemaal vergeten. Oh ja, dankjewel. Die heb ik wel nodig inderdaad. Ik heb momenteel niet veel. Je hebt eigenlijk wel een mooie poisonous potato die ik van jou als cadeau heb gekregen. Maar ik denk dat ik daar veel mee kan. Nee? Nee, denk ik niet. Die is niet zo lekker. Je krijgt gewoon alles van mij, hè? Dat is geen probleem. Ah, dat is top. Dat kan ik gebruiken. Zeker, zeker. Je krijgt die van mij en die... Laat maar komen. Diamond? Nog... Je krijgt diamonds van mij. Krijg ik een diamond spullen van jou? Wauw, wat lief van jou. Waar ben je? Oh, hier. En hier. Dit krijg jij gewoon van mij. Hapskee. Alsjeblieft wat eieren voor jou. Hey, dankjewel hè. Dankjewel voor de tools. We kunnen lekker aan de slag. Ja, we kunnen gewoon even aan de slag. Ik heb niet heel veel dirt. Dat is al een minpuntje. Ik heb hier 33 dirt. Ja, dat is wel een probleem ook met de Survival Island. Het is een beetje lastig om te verzamelen. Klopt. Dus... Maar het is denk ik wel te doen. Want je hebt natuurlijk ook de oceaan waar je het uit kan halen. Ja, gewoon een beetje hier toch? Ja, een beetje hier. Dat is prima. Dus ik zal je wel helpen met wat dirt verzamelen. Maar dat vind ik wel oprecht daarom. Ik heb nooit survival gedaan. Ik vond survival veel te lang duren altijd. Maar dat vond ik Survival Island vond ik dan leuk omdat het uitdagender was. Ja, dat snap ik op zich ook wel. Want je hebt heel veel dingen in survival die krijg je gewoon als je gaat ontdekken. Maar dat kan je hier niet echt doen, want je zit gewoon vast op een eiland. Klopt. En hoe ik vroeger de Survival Island deed was, dan had je ook een eiland met 1 of 2 bomen. En dan moest je gewoon wachten totdat je hout kreeg. Terwijl bij Survival je spant in een dark biome en je bent voorzien voor het leven.
Ja, precies. Nee, dat is inderdaad een grote limitatie, maar ja, dat maakt het dan ook weer leuk. Zeker. Ik Even denk, kijken. persoonlijk, niet er tegen aanbouwen. Gewoon zo, zo'n randje. Is dat mooi? Oh ja, dan is het een beetje los inderdaad. Ja, dat kan op zich wel. Ja, toch? We kunnen het altijd nog er tegen aanbouwen, maar nee, ja, zolang dat het niet natuurlijk. Hoeft. En, niet hoeft, is het niet nodig. Sorry? Als het niet hoeft, dan is het niet nodig. Nee, daarom. Zal ik ondertussen, terwijl jij dit zit te bouwen, misschien even iets anders misschien, of ook hiernaast ergens gewoon een platform bouwen voor je, voor dat grasveldje, voor waar dieren op kunnen spawnen. Ja, hier ik toch gewoon? Zou je dit hiernaast willen? Ja, dat zou op zich wel kunnen. Ja, we kunnen dit, hier het eiland gewoon uitbreiden, toch? En dan kunnen de dieren spannen. Ja, dat is een plan. Oh, ik ga je nog wat geven. Oh ja, oh ja, oh. Als jij gaat bouwen, dan ik ga je wat geven. Dit heb je nodig. En je hoort eigenlijk al te weten wat het is. Ik denk een shield, want je hebt ook vrienden lopen hiervan natuurlijk. Ja. En die heb je genoeg hoofdpijn veroorzaakt. Ja, dat heb je allemaal gezien, hè? Dat is niet normaal. Dat heb ik allemaal gezien in de serie. Wel een topserie trouwens. Ik ben een groot fan van jouw serie. Ja, dankjewel. Dus, ik hoop dat je lang hiermee doorgaat. Ja, ik doe mijn best. Iedere week, hè? 7 uur 's ochtends. Ja. Dat lukt me net niet om 7 uur op te staan, maar ik kijk hem aan de buurt om 7 uur. Ja, ik ben eerder al wakker. Ja, jij bent vroeg wakker. Jij kan vroeg uit je nest. Daarom. En ik wil het ook deze aflevering over iets hebben. Iets leuks, denk ik wel. Want ja, we zitten natuurlijk bij elkaar in de klas. Altijd. Ja, klopt. Misschien kunnen we het daar gewoon over hebben, toch? Over dingen die we hebben meegemaakt. Oh, ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk, ja. Wat vind jij het leukste wat we hebben meegemaakt in de schooltijd? Dan moet ik even gaan nadenken, hoor, want we hebben echt heel veel dingen meegemaakt namelijk. We zitten al bijna 4 jaar met elkaar in dezelfde klas, dus... Ja, inderdaad. We zitten 4 jaar in dezelfde studie. We hebben niet altijd bij elkaar in dezelfde klas gezeten, maar... Ja, klopt. We hebben altijd gewoon contact gehouden en uiteindelijk kwamen we weer bij elkaar in de klas. Oh kijk, je vriend komt er aan, hè? Ja, er komt al één vriend. Ja, er komt al een vriend. Maar hij heeft gelukkig geen... Geen moordwapen. Trident. Maar die komt vast nog wel. Ja, en een keer hopelijk, als je hem killt, dan krijg je hem ook. Want dat ding is best wel sterk op zich. Dat is waar. Alleen ja, liever... Dus dan kan je hem zelf tegen ze gebruiken. Ja, maar ja, liever heb ik gewoon dat hij niet komt. Ja, nee, dat snap ik. Maar... Heb jij al iets bedacht? Ik zat even te denken aan, zeg maar, toen wij, als eerste, toen we gingen ontmoeten, de eerste dag. Kan je dat nog herinneren? Ja! Ja, dat was toen, de eerste les was tijdens de coronatijd toen. En toen gingen wij voor het eerst beginnen met de opleiding. En toen waren wij, dat kan ik me nog herinneren, waren wij als allereerst met z'n tweeën bij het lokaal. Ja, jij was de allereerste volgens mij. En toen kwam ik aanlopen en toen stond je daar. Ja, het was heel zo. Het is altijd met nieuwe mensen ontmoeten. Dan heb je zo'n awkward begin en dan weet je niet wat je moet doen. En dat hadden we eigenlijk ook, denk ik wel. Ja, ik weet nog dat we toen naast elkaar stonden. En toen was van, hoi. Hey, hoi. En toen appte ik zo mijn vriendin van, oh ja, er is zo iemand. Ja. Ja, ik weet dat nog precies. Dat was wel een grappig begin, inderdaad. En toen gingen we in de klaslokaal, dat was echt meer met 10 man of zo, want dat was corona, dus iedereen moest uit elkaar blijven voor het virus en weet ik veel wat allemaal. Klopt. Dus dat was wel een gedoe allemaal, maar we zijn er doorheen gekomen gelukkig. Ver uit elkaar zitten. Ja, dat was inderdaad wel zo. En toen hadden we allerlei activiteiten die we de eerste les gingen doen. Weet je daar nog een paar snoep van? Ja, dat we snoep kregen, weet ik nog wel. Oh ja, dan krijgen we snoep en we krijgen nog iets anders bij drinken, ja. Maar, activiteiten. Ja, ik weet nog dat we in een kring volgens mij tegenover elkaar moesten staan. En dan was het van, wie ben jij, wat doe jij en zo. Volgens mij was dat het toch, eentje? Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wat we hebben gedaan. We gingen ook uiteindelijk vertellen, zeg maar, wat onze interesses waren. En toen... ging het op een gegeven moment, dat kan ik me nog herinneren, ging het over een PC bouwen of zo, of wie een PC had. En,
Toen ik zou vertellen dat als ik zo jong nog en van ja, ik wil de toekomst van een PC gaan maken en zo. En dat is nu uiteindelijk wel gebeurd. Dus, ja, je hebt hem laatst gebouwd. Ik heb hem inderdaad laatst gebouwd. Echt een, minder dan een jaar geleden, volgens mij van de zomer toch? Ja, van de zomer vorig jaar inderdaad. Dat is bijna een jaar geleden. Maar het is alweer Tijd gaat wel snel, maar het is toch nog een soort van laat. Ja, klopt ja. Dus het is nog best wel een nieuwe machine. Maar ja, wel een goede machine natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat kan ik me dus nog wel al herinneren van die eerste dag. Ja, en ik herinner me ook nog dat ik gelijk een gevoel had van... Ja, ik moet met jou in het groepje komen. En met die andere twee met wie we zaten. Ja, want ik dacht, ja, die andere, dat is een groepje van drie. Dat wil ik sowieso niet. Klopt, en dan hadden we die losse persoon. Achteraf ben ik blij dat ik daar niet mee zat. Maar in het begin dacht ik, als ik daarmee zit, is het ook wel goed. Sorry? Een van die groepen was inderdaad wel een beetje een rommeltje, kan ik me nog wel herinneren. Dat was een rommelgroep, ja. Uiteindelijk zijn er ook twee of drie van gestopt. Ja, gestopt met de opleiding. Al best wel snel na het beginnen, dus... dat was dus blijkbaar niks voor hun. Nee. Maar ja, wij hebben elkaar natuurlijk toen ontmoet en wij zijn nu nog steeds vrienden, dus dat is wel een goed teken. Ja. En als ik nu opeens zit te denken aan misschien mooiste dingen die we hebben meegemaakt buiten de miner, want de miner was echt, denk wel een van de allerbeste dingen. Ja, klopt, ja. Maar, nu ik erover nadenk, we hadden natuurlijk ook Outside the Box. Oh ja, inderdaad, ja. Daar kunnen we het ook wel over hebben, ja. Dat was wel een leuke tijdperk. Leuke vak. Ja. Want toen, je moest zeg maar op school moest je verplicht iets doen. Het was een keuzevak wat je verplicht moest doen. En wij kozen voor Thinking Outside the Box. Wij dachten, ja, dat klinkt wel leuk, dat klinkt wel interessant. Ja, toch? Was het niet? Ik kan het gewoon proberen. Was het uiteindelijk niet echt, nee. Maar het was op zich wel leuk. Maar ja, het begon al met het feit dat zij als idee hadden van laten we ze de hele dag wachten totdat het 4:30 is. Terwijl ze ook om 9:00 op school moeten zijn. Klopt ja, we moesten heel vroeg in de ochtend moesten we naar school. En toen uiteindelijk hadden we echt een hele stuk tijd tussen onze eerste paar lessen en het einde. Dus toen moesten we echt nog 2 uur of zo, misschien 3 uur wachten op school. Tot die les zou beginnen. Nee, maar we hadden tot 1 uur school en om 5 uur of zo begon het weer. Klopt ja. Dus en daar tussen die tijd hebben we ook wel wat leuke dingetjes beleefd natuurlijk. Maar we gingen altijd de lokaaltje huren, spelletjes spelen of filmpje kijken. Massa's Kassa. Massa's Kassa. Ik weet niet of de kijkers dat kennen, maar dat is ook wel een grappig programma om te zien. Ja, was het. Het heeft wel denk ik een beetje sfeer verloren. Nieuw. Ja, inderdaad. Nadat al die controversie ook die het op het nieuws is geweest. Dus, Klopt. Ja, er zijn allemaal dingen gebeurd en zo. Maar ja, ik vond dat ook wel een gouden tijd hoor. Vooral ook dat vak zelf. Zeker. Met elkaar. Ja, het vak zelf was wel heel gek inderdaad. Het begon heel, heel apart. En we wisten ook niet echt welke kant het op zou gaan. Dus voor ons was het heel, heel gek om dat te gaan volgen. Ik weet nog de allereerste les dat we daar zaten. En dat die leraar zegt. Ja, je moet nu een groepje vormen met iemand die je niet kent. En wij bleven gewoon naast elkaar zitten. En het wij bleven gewoon naast elkaar zitten, ja. Kennen jullie elkaar niet? Nee, we hebben elkaar net voor het eerst gezien. Net voor het eerst ontmoet en elkaar gesproken. Dat hadden we er gewoon mee weggekomen. Dus en we zaten al gewoon anderhalf jaar met elkaar in de klas. Ja. Maar nee, we kennen elkaar niet. Nee, we kennen elkaar niet hoor. En hij vond het ook gewoon prima. Uiteindelijk vond hij dat dus, prima. Ja, klopt. Maar uiteindelijk maakt het ook echt helemaal niks uit. Want we deden wel gewoon goed ons ding. Klopt, ja. We waren gewoon echt lekker bezig. Maar het doel van Outside the Box, dat was dat je anders ging denken dan je normaal gaat denken. Dat is eigenlijk best wel een goede eigenschap. Want tegenwoordig wat je krijgt is mensen die doen standaard hun dingen omdat ze die dingen doen. Maar zo verbeter je jezelf niet. Want je wil natuurlijk eigenlijk ook een beetje kijken van ja, stel dat ik nou een keertje wat anders doe. Hoe pakt dat uit? En misschien dat het wel beter uitpakt en dat je dat dan voortaan gaat doen. En Outside the Box, die was daar dus op gericht. Maar dat zorgde er ook voor dat alles wat hij zei, mocht je ook gewoon omdraaien. Ja, wij gingen gewoon alles gewoon verdraaien inderdaad. Dat is wel grappig. Want, volgens mij tijdens die presentatie hadden we toch ook iets verdraaid of zo? Of iets met telefoon of zo? Wat was het ook alweer? Dat was een goeie inderdaad. Dat was
er was wel iets volgens mij, nu ik het mij herinner, van... Of was het... Nee, volgens mij was het... Toen we onze presentatie gingen geven, dat we zeiden tegen hem van... Je moet je telefoon opruimen of zoiets was het, toch? Nee, voor mij was het... Dat we het in het Engels gingen doen, toch? De presentatie. Dat was de laatste presentatie, volgens mij. Hij had toch zo'n regel? En wij gingen die regel ook gebruiken. Regel, inderdaad, in de klas. In onze presentatie of zo. Ja, hij had inderdaad zo'n regel in de klas dat je telefoon mocht je daar niet gebruiken. Of laptop of apparaten. Want hij wou je, zeg maar, volledig laten... Outside the box laten denken. Laten we volledig zo creatief, dat je niet beïnvloed creatief, wordt. Creatief, inderdaad. Niet beïnvloed door je telefoon of zo. Dus dat was inderdaad een hele regel. En hij wou ook dat iedereen perfect op tijd zou komen. En hij was wel een beetje streng daarin. Maar op zich is het niet voor ons. Het maakt het niet uit. Want wij moesten sowieso al wachten op die les. Dus wij konden niet echt te laat komen. Ja, ik weet nog de allereerste les. Hadden we een opdracht gekregen dat we een wandeling moesten doen, toch? Weet je dat nog? Oh ja, klopt ja. Een wandeling door het park en dan moest je wat dingen opschrijven en zo. Maar het is outside the box, dus je mocht doen wat je wil. Je mocht zeggen van ja, ik heb die wandeling gedaan, terwijl het niet zo was. Je mocht alles doen wat je zelf wilde. Maar, ik had dus iemand anders. En die heeft na ons heeft hij dat vak gedaan. En die heeft het bij een andere docent gedaan. En die moest wel daadwerkelijk die wandeling doen. Oh ja, dat is wel grappig inderdaad. Wij hebben gewoon niks eraan gedaan. Dat hele vak, dat was eigenlijk pure onzin. Ja, klopt. Dat was echt een nonsensvak uiteindelijk. Maar ja, we hebben het uiteindelijk wel gehaald. Daar gaat het uiteindelijk om, maar... Uiteindelijk hebben we het wel gehaald, ja. En dat is het belangrijkste. En we hebben op zich wel plezier gehad met z'n tweeën. Klopt, ja. Voor de rest maakte het niet zoveel uit. Wat ik ook het gevoel had, stel je voor je zou dat vak dus wel doen in je eentje en je hebt niet echt een vriend of zo daar, dan weet ik niet of je het helemaal naar je zin zou hebben daar. Omdat ik denk dat het dan echt super saai is. Ja, klopt ja. Tussendoor vraag je hoe groot zou je dit eigenlijk willen hebben? Ja, ik wilde net aan jou vragen. Ja. Kunnen de dieren nu opspannen? Zodra het gras erover groeit, zeker wel, ja. Dat kan. Dus groot genoeg? Dat is wel groot genoeg, ja. Ik vind het top. Nou, dan vinden we het prima zo. Ik heb nog 18 dirt, misschien kan ik hier nog een beetje dat opmaken. Ja, als je dat opmaakt, want de dirt was ook een beetje op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nee, dat snap ik wel. Dus dan moet ik echt binnenkort gaan minen of zo en dat ik dan dirt vind onder de grond, zodat ik geen last van heb. Oh ja, dat kan, ja. Wat ik wil doen, ik heb echt een leuk idee. Ja. Oké. Okay, ik wil... Ja, ik heb in een andere server van mij, heb ik ooit wat gemaakt, dat vind ik echt mooi. Het is ongeveer dit patroon. Ja. Ik denk dat ik ook deze grootte wil hebben. Oké. Okay. En dan wil ik blocks met slabs gaan doen. In plaats van hekjes. Ja. En daartussen wil ik soms hekjes gaan doen, maar het wordt allemaal duidelijk. Oké, ik ben benieuwd. Ja, dat klinkt wel als een leuk idee. En daarvoor wil ik donkere steen gebruiken. Oh, gaat een kip dood? Ja. Of heeft hij een ei gemaakt? Nee, ik gooi er eentje bij. Oh, ja. Ja, die gaat hij niet dood. Nee, loopt hier op een ei? Ja, er is eentje die loopt los. Ja, die loopt in de weg. Nee, die loopt in de weg. Nee, dat is in de wegloper. Oké, duidelijk. Even kijken. Want ik heb... Ja, ik moest gewoon op jou wachten. Dus ik heb echt heel veel hout en zo al verzameld. Oh ja, nee, dat is wel mooi. Goed inderdaad. Ik denk dat ik... het zo ongeveer wil hebben. Is dit denk je ook groot genoeg voor de varkens? Zo'n 8-vorm, of wat het ook is? Het ligt eraan hoeveel varkens je uiteindelijk wil gaan hebben, of gaat het over deze paar hier? Ja, niet te groot denk ik. Gewoon een soort boerderijachtig idee. Dan is dit denk ik wel een prima grootte. Misschien kun je dan ook een deels overkap doen ofzo. Een soort van wisseling tussen buiten en binnen voor de beestjes. Dat is wel leuk, hè? 1, 2, ja, dit was 5. Dus dan wil ik eigenlijk het zo hebben. En daartussen komen dan hekjes. Oh ja. En daarop komen dan slabs. Oh ja, dat is wel leuk inderdaad. Dit is wel mooi, toch? Dat is wel een mooi design, ja. En dan krijg je die hoekjes natuurlijk. Dat is dit. Ja. En dat is dan nog één. Hé, hey, ik ben lekker bezig, man. Het komt al niet uit.
Nee, dan gaat het niet goed, nee. Ik ga het even weer weghalen. Je snapt het design nu, toch? Ik ja, geef ik de snap helft het van mijn design. stuff. Ja, dat zal ik even... Hoeveel wil je er uiteindelijk hebben? Een paar of is één wel genoeg, denk je? Nee, één. En dan inderdaad dat overdekt is wel mooi. Ja. Als ik er zo over nadenk. Want, toch? Ja, ik heb eigenlijk ook nog helemaal geen idee. We kunnen wel een beetje freestylen ermee, dus dat... Ik denk dat hij zo moet. Dat hij nog eentje groot moet dan? Of? Hier een hek, zo. Oh, nee, ja, dit, meer dirt heb ik ook nog nodig. Oh ja, die moet die kant op inderdaad. Wat hebben we nou nog niet meer? Ik zal even wat gaan halen, denk ik. Want het moet niet te pas zijn, vind ik. Dat vind ik niet mooi, snap je? Nee, klopt. Dat snap ik. Dat snap ik. Dan wordt het een beetje zo wel een beetje saai. Ja, dirt moet er wel omheen. Ja. Niet zomaar, gewoon, dat je alleen de farm aan de zijkant hebt gemaakt, want dan krijg je zo'n... dan krijg je echt zo'n lelijk effect. Ja, klopt. Ik zal het even wat vergroten. Is dit even groot als de farm? Ik zal even voor je checken. Ja, wel. Ja, dat is even groot inderdaad. Misschien is het ook wel mooi om deze niet te doen. En die ook weer te vervangen voor dit bijvoorbeeld. Oh, dan heb je een helemaal uniek design, ja. Dat is wel, ja, toch? Dat is wel mooi, ja. Ja. Kijk. Het begint op iets te lijken al. Nou, we zijn maar net begonnen, dus het kan alleen maar beter worden natuurlijk. Dit wordt echt mooi. Ik ben gewoon zuinig op de Survival Island. Ja, dat snap ik. En wat doen we dan als laatste dit? Zo. Komt hier een deur? Ja, het is er van een deurtje, ja. En dan moeten we nog een overdekt gedeelte maken. Gaan we dan gewoon zeggen van hier en dan komt hier een overdekt gedeelte aan de achterkant zo? Of dat zou kunnen, denk ik, ja. Of gaan we hem überhaupt overdekt maken of gaan we dit dan... Kijk, het is ook denk ik niet mooi om het dicht te maken van de achterkant. Dus echt, eigenlijk moet het echt een soort dakje worden. Ja, het is een soort van dakje met wat van die steunpalen misschien. Dat is misschien mooi. Zo'n paal in het midden dan, of zo? Ja, ik wil... En steunt hij daarop en aan de zijkant, of zo? Ik wil eigenlijk dit in het midden doen, misschien. Ah, dat in het midden, dat zou wel kunnen. Maar dan misschien kan je dat ook als dubbel functie gebruiken. Dat je die, zomaar aan twee kanten het lampje zet en dan aan de andere kant, zomaar dat vast wordt gemaakt aan het dak. Ja, dat is goed! Ja? Ja! Dan heb je met de paal de lantaarntjes hangen en dan heb je ook een mooi daksupport, allebei in één. Dat is mooi! Dat gaan we doen. Ja, gaan we dat doen. Dat is top. Kan jij die lantaarn ongeveer maken dan? Ja. Zal ik hem gewoon... Oké, dan zal ik even wat kijken. Wat heb ik nodig? Prep doors en slab. Ik zal dat even gaan regelen. Dan ga ik nog één ding veranderen, want ik vind hem nog niet helemaal mooi. Kijk, ik hou er niet zo van om alles heel standaard te maken. Dat heb ik vroeger vaak gedaan. Ja, dat snap ik wel. Dat was ik ook wel vroeger hoor. Dan ging ik ook wel van die simpele huisjes maken. Maar ik was niet echt altijd goed in bouwen, dus... Nee, ik ook niet. Maar tegenwoordig moet dat wel gewoon kunnen, toch? Ja, nee. Een beetje tijd erin stoppen en dan wordt het wel wat mooier. Ja, met dat dak heb je echt iets goeds gedaan. Goed idee. Ja, nou, dat is top. Dan gaan we dat even maken en kijken hoe dat eruit komt te zien. Kijk, wel benieuwd. Kijk, dit is mooi. Jij ging geen trapdoor maken, toch? Dat doe ik dan even. Ik heb er nog vier namelijk. Fencegate, sorry. Die bedoelde ik. Nee, fencegate niet. Nee, die kan je gaan maken inderdaad. Top, ik ga even wat cobblestone walls maken. En dan moeten we eigenlijk lanterns hebben. Ja, die hebben wat torches voor nodig. Ik weet niet of je dat ja, hebt. Die heb ik. Ja. Ik heb heel veel kool ook charcoal gemaakt. Ik maak gewoon wat lanterns en dan zien we wel hoeveel we er nodig hebben. Die lanterns die kan ik altijd nog gebruiken. 2, 3. Ja, en dat sowieso. Want ik denk dat het nu wel vaker in je builds terug gaat komen. Zoals nu bij de farm en nu hier. Ja. Ook in een toekomstig project. Waar mag ik ze plaatsen? Aan de voorkant, zijkant? Ik denk aan ja, ik zit even kijken hoe ik dat... Ik denk hier. En dan ja, komt het dak, zeg maar zo. Kijk. Dan komt het zo, een streep zo, en een streep zo, en dan de achterkant of zo.
Ah, dat zou inderdaad wel kunnen. Ja, toch? Ja. Wat vind je van een watertje te maken voor de varkens? Is dat ook leuk? Ja, dat is wel leuk. Ja, dan kunnen ze even spetteren en modderen. En, Ik denk dat ik dat gewoon hier ga doen. Voor mij kan je tegenwoordig ook echt modder maken, maar ik heb geen idee hoe je dat doet. Dus, ja, ik weet hoe je dat moet doen. Ja? Zo'n glass bottle en dan daar water op doen. Zullen we dat doen? Dat is goed. Ja, dat doet met wat echt modder. Ja, dat vinden ze wel leuk, denk ik. Hoe maak je een glass bottle? 3 glas, dat weet ik wel. Ik heb er 1. Oh ja. Dan moeten we het maar ik heb zand. Ja, dan kan je het smelten. Dat is goed. En ik wil deze aflevering ook een reactie in beeld laten komen. En dit keer wil ik dat jij de reactie in beeld laat komen met een geluidje. Ja. Is dat goed? Ja, dat vind ik goed. Okay. Nou, de reactie die komt nu in beeld. Kijk eens. En die reactie die is van jou. Van mij? Ja, ik ben dat. Ja, dat heb ik gemaakt. Hé, wat toevallig. En wat je zegt is, nog nooit iemand zo blij gezien door een bed. Goede progressie. Wel vandaag door een mooie lange aflevering. Het was echt top om naar te kijken en te luisteren. Tot volgende aflevering. Ciao, mezen. Ja. En misschien was dat ook een teken, hè? Tot de volgende aflevering. Als je goed hebt opgelet, dan kun je dat wel weten. Eigenlijk wel, hè? Zo'n soort hint. Soort wie is de mol hint? Stiekem een hint van, ik ben er nu gewoon. Nee, maar dat dus, is wel goed dat je erbij bent in deze aflevering. Ja, wel gezellig. Dat kan je hopelijk ook helpen met het voortgang maken. Ja, laat ook even in de comments weten, mensen, of jullie vaker willen dat mensen in de video komen. Dat is wel gezellig, vind ik. Kijk, mij gaat het gewoon om de gezelligheid. Dat geeft dan ook een beetje een dynamiek aan de video. Dan krijg je wat andere meningen ook over sommige dingen. Ja, toch? Ja. Dus ik zie alleen maar positief eruit. Dus, dat is ook goed. Ja. Kijk. Oké, dan gaan we even kijken hoe dat dag. Je brengt me echt op ideeën met die modder. Ja, had ik helemaal nog niet over nagedacht. Ja, kijk eens. Dat is, kijk, vind ik mooi wel toch? Leuk uit. Ja. Oh, het moet wel dirt zijn. Ja, het kan niet op grass. Kijk eens. Maar ik heb al wel een mooi idee nog. Ja. Kijk, dan doen we die. Zal ik ondertussen gaan kijken naar hoe dat dak misschien mooi zal zijn. Zo denk misschien ik. Misschien dan moet het zeg maar van die varkens zijn. Ik weet niet of ze zo'n hele hoge dak nodig hebben. Want ik denk dat op zich een kleine dak er ook wel bij zou kunnen. Zeker. Dus ik zal even kijken of dat dan niet mogelijk is ook. En dan doen we die zo. En dan doen we zo. Zo, zo. Is dit mooi? Ja, dit is wel mooi. Ja. Dat lijkt alsof ze hierover hebben gelopen. En dat ze hier zijn geweest. Ja, en dan wil ik nog wat grass er doorheen doen. Moet ik even kijken of ik boommeel heb. Denk het niet namelijk. Maar dan gaan we weer op avontuur. Daar ben ik heel goed in. Dat heb je vast wel gezien. Ik ga altijd dood. Ja, dat heb ik wel gezien. Ja, het gaat altijd te goed. Vooral naar dat andere eiland. Ja, er zit een turtle nu. Dat is geen... Dat is niks. Maar die zijn onschuldig, dus... Een creeper? Die mogen daar lekker blijven. Creeper is ook heel onschuldig. Ja? Ja, ik zou even met hem gaan praten. Dat zou hij leuk vinden, denk ik. Nee, dit wordt hem niet. Ik ga even naar het andere eiland. Kijk of daar iets is. Daar kunnen we al bijna naartoe lopen, joh. Ja? Hé, hey, hier zit ook een turtle en een enderman en een spider. Spider! We gaan voor een bed! Spider? Oh ja. Dat was inderdaad een hele gedoe om aan te regelen. In de vorige aflevering. Nu ga ik hem pakken ook, ik ben er klaar mee. Hup. En? Nee, geen string. Jammer. Ik ga die Enderman pakken. Oké, mensen, daar gaan we. Hier ben ik zo slecht in. Hij mag ook natuurlijk niet in het water belanden. Hoor je ook, ik ga bijna dood. Ik ga dood! Nee! 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 Oh, jeetje, wat is er nou gebeurd? Ja, dat zou ik wel willen zien. Joh, ik heb hem volgens mij ook gewoon gepakt met een amper hartjes. Oh, ja, nee. Dat is niet zo slim inderdaad. Hoe gaan we ooit level 30 enchanten? Dat gaat hem niet worden, denk ik, op dit moment. Is hij nog boos op mij? Nee. Dat is een goede vraag. Denk ik niet. Maar waar is mijn wapen? Oh, die ligt helemaal hier. Ik ga hem verder pakken. Ik heb hem.
Dat was nog 1 of 2 hits, maar ik had echt nog maar 1 hartje. Oh, dit was erg. Heb je hem eindelijk? Ja, ik heb hem wel. Oké, dat is wel goed. Maar nu moet ik even kijken of... Ik had toch heel veel spullen? Oh, hier liggen nog heel veel spulletjes. Ja, het is zo'n klein eilandje, dus alles ligt om het hele eiland heen. Oh ja, inderdaad. Het is wel een... Wel een zoektocht maar... namelijk, om alles terug te vinden. Oh, dat is zonde. Ook mijn levels. Ja, het waren 5 levels dus op zich. Volgens mij heb ik koper gekregen van een zombie net. Van een drowned of een normale. Oh ja, dat is inderdaad een drowned die dat dropt. Dus dat is mooi meegenomen. Zo, dat dak, man. Ja, ik heb een mooi dakje gemaakt. Vind je ervan? Ik vind het prachtig. Ja? Ja. Nou, ik vind hem wel mooi passen met het torentje ook erbij. Maar je hebt die lantern verplaatst, toch? Nee, die staat op dezelfde plek. Oh. Ja, maar je hebt hem weggehaald, bedoel ik. Dat had ik het gevoel. Nee hoor, hij staat er nog steeds. Het lijkt misschien van die kant op, maar hij is er nog wel. Ik ben nog een fight aan het doen. Hé, er staat hier een kip bij dit eiland. Die is helemaal deze kant op gegaan. Oh, die is daar naartoe gegaan. Die vinden daar leuker natuurlijk. Die is op zoek naar actie, denk ik. Dat denk ik ook. Kijk, een actiekip. Ik ben een fight aan het doen met een skeleton. Maar er staat hier ook een creeper. Yeah. Ik ga de creeper ook gewoon pakken. Ja, ik wil eigenlijk gewoon dat het eiland netjes blijft, snap je? Ja, dat snap ik, want de creepers die verpesten natuurlijk alles. Daarom. Maar, ik heb een boon. Ja? Ja. Oh. Dus ik kom eraan en dan hebben we feest. 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 Hey, oude van feest. Even kijken. Ik vind wel, want we zijn al best wel lang aan het opnemen, 33 ja. minuten. Ja. Ik vind wel dat we het wel af moeten krijgen voordat de aflevering voorbij is natuurlijk. Ja. En dat betekent dus ook dat we kippen daar naartoe moeten, varkens, ja, varkens dat gaan we daar naartoe moeten brengen. Ja, nee, dat gaat toch goed komen denk ik. Maak het dak nog even snel af. Ik ga nog even dat water ook doen. Dat moeten we niet vergeten. Ja. Ik had nog helemaal geen bucket. Oh ja, die moet je wel maken inderdaad. Moet het stilstaand water zijn of stromend? Ik weet eigenlijk niet. Wat vinden de varkens beter? En wat ziet er mooier uit? Ja, ik zie het dus ook niet eens of het nou ja, ik zie het ook niet heel goed inderdaad, maar... Dan is het ik denk dat ze stromend kunnen ze er misschien in zwemmen en dan kunnen ze heen en weer gaan. Dus dat is misschien ook wel leuk. Ja, ik weet niet of het nu stroomt of dat het... Volgens mij staat het nu stil, hè? Ja, nu staat hij stil inderdaad. Ik zal even nog wat slabs gaan maken. Ik denk dat dit wel goed is, joh. Maar... Het is bijna af. Ik ga dat boomwiel nog niet doen, want ik wil eerst dat het allemaal grass is. En dan kunnen we dat boomwiel doen. Ja. Kun je ze ook lokken met baked potatoes? Nee, dat niet. Dat is toch raar? Ja, dat is wel gek. Ze houden niet van gebakken, van de olie en zo, denk ik. Daar zijn ze geen fan van. Blijkbaar. Is het tijd? Of is het nog... Het is bijna af. Zou je het randje hiermee willen doen? Dat is misschien wel mooi. Het laatste randje bedoel je? Het laatste randje met dit. Heb je er nog meer van nodig? Oh, ja. Ik zou even... Oh, dat is inderdaad een goed idee. Ik zou die even gaan plaatsen. Want ik maak het voor je, hoor. Ik maak het voor je. Dat is wel een goed idee. Dat is toch mooi? En dan en misschien dat middenrandje ook. Jij zou maar naar achter toe, bedoel je dan? Ja. Ja, dat is een goed idee. Hij wordt echt mooi. Ja, dat is wel kwaliteit. Dat ben ik van mezelf ook niet gewend. Nee? Zo precies? Nee, zo precies en zo mooi, dat vind ik inderdaad wel leuk om te doen. Ja, ondanks... Ik weet natuurlijk nog niet wat de... Hey, nog meer spinnen. Ik ga ervoor. Ik weet natuurlijk nog niet wat de kijkers willen. Maar ik zou je willen vragen... Nee, om nog een keer mee te doen. Ja? Als ik de tempel moet gaan maken. Oh ja. Want de tempel, daar gaat ook heel veel precisiewerk in het dak zitten. Oh ja, dat kan je natuurlijk wel gebruiken. Dat extra hulp. Ja. Nee, dat snap ik. Dat is inderdaad wel een leuk idee. Ik zal nu even dit gaan plaatsen, kijken of dit mooi wordt.
En ik heb net een iron gekregen van de zombie. Dat is ook niet niks. Dat krijg je ook niet altijd. Nee, dat klopt. Ja, dat is ook wel zeldzaam. Dus net als de aardappel en de wortel. Ja, ik heb liever de carrot, want iron heb ik natuurlijk wel. Van buiten gaan checken. Ik zal het hier nog even opvullen. Het is mooi. Het is echt mooi. Ik vind het wel mooi geworden. Maar nu kunnen hier ook best wel lanterns nog komen. Ja, klopt. Ja. Dat was ik ook van plan. Ik nou, wat ik hem daar weghaal, dan kunnen we hier nog en hier naast nog eentje zetten. En dan hebben maar we wat vind je hier dan van? Ik, gewoon als ideetje. Ja, ben benieuwd. Als we dit weghalen. Ik zal je helpen. Zo. Ja. En dan ja. Zo. Oh, dan is hij wat lager inderdaad. Dan komt ja, dan ook, is die wat lager, dan zit er ook weer een beetje ja. Verschil in. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, toch? Dat is wel een mooi idee. Ja. Dat ziet er wel, ik vind het wel een leuke huisje geworden voor de varkens. Ja, toch? Ik denk dat mijn vriendin ook hoop blij ik dat het ook dat leuk vinden, die varkens zelf. Ja, mijn vriendin had het als opdracht gegeven, dus ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ja, ik ben ook benieuwd. En dan gaan we nu... Special moment. Special moment. Moment van de waarheid. Ik heb hier wat gelegd voor je. Aan jou de eer. Ik ga het weghalen. Aan mij de eer? Oké. Okay. Ik zal even kijken. De fence gate lopen ze doorheen. Ja, ik zal ze lokken. Varkens, hier komen. Naar jullie nieuwe huis. Dit is een mooi moment hoor. Kijk, daar gaan ze. Ja, ze komen. Ze zijn blij. Ik denk dat ze er blij mee zijn. Maar dan gaan we nu kijk dan, komen. Ze voelen zich gelijk thuis. Kijk eens. Ze zijn er. In jullie nieuwe huis. Kijk, hij gaat met deze zwemmen. Hij gaat met deze zwemmen. En ik wil er één bij. Kun je dat regelen? Ja. Dat zal ik voor jou regelen. Even met aardappels. Hier, kijk eens aan. In het zwembad ook nog, of in het modderpoeltje. Kijk eens, kijk. Dat ook nog eens zwemmen. Ja, ze zijn vinden vier, het zwembad geweldig. Oh, bijna eruit. Daar zijn ze ook fan van. Ja, ik ga er ook even snel uit. Ik heb per ongeluk tegen dat hout aangedaan met mijn bel, maar ik vind het op zich ook wel mooi. Oh ja, dat is ook wel mooi inderdaad, voor de ingang dan. Dus ja, is het ook net even anders. Het is gelukkig bij een ongeluk, dus dat is grappig. Dat is mooi. Ja, okay, deze en dan mag dit weg. Zullen we dit gewoon vlak maken? Heb je wat extra ruimte? Ja, dat is een goed idee. Ja. Dan heb je wat extra ruimte. Dan kan je misschien ook iets neer gaan zetten uiteindelijk. En de deur natuurlijk. Voor mijn huis. Uiteindelijk, ik denk op dit eiland is de deur misschien wel meer waarde dan diamonds. Want het is moeilijker om te krijgen. Nee, maar op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je eigenlijk wel genoeg dirt hebt als je gaat minen en... dan kom je dirt tegen, snap je? Ja. Maar in het begin is het altijd even struggelen. En daarom vind ik Survive Island wel leuk. Kijk, en... zwem daar een zalm boven water. Hoe kan dat nou? Hier, voor mijn neus. Wat gebeurt er als we er nu... Hé, nu is hij onder water. Hij gaat weer naar beneden. Hey, hij is weer naar boven. Hey, wat doet die nou? Ja, die zijn een beetje maak je allemaal mee bij de Survive Island. Hadden we dit ook al gefixt? Ja, dit hadden we ook gefixt. Dat is een beetje gefixt. Dat kan je later uiteindelijk nog veel breder maken. Ja, daar kan je wat bijvullen inderdaad. Ik zal ook wel hier nog wat diepte toevoegen. Misschien komt er wel ooit een hele boerderij als we genoeg dieren hebben. Kijk, we zijn niet aan de kippen toegekomen dit keer, maar dat kan de volgende keer gewoon. Want we hebben wel iets moois gemaakt. Ja, dat zeker. Dit is wel een kwalitatief product, zou zeker. Ik het noemen. En met de boerderij, als je die zou verder vergroten, dan kan je natuurlijk ook andere beesten erbij betrekken, zoals er zijn tegenwoordig ook van die axolotls, schildpadden, weet ik veel wat allemaal in Minecraft zit. Er zijn zoveel van die beesten. Dan kan je gewoon hele gigantische bedrijven maken. Zijn. Ja. Maar je hebt... Aquarium, dat heb je natuurlijk ook wel. Je hebt ook... Met vissen erin. Konijnen. Kun je die konijnen krijgen nog? Dat is een goede vraag, want jij zit hier op het eiland natuurlijk, dus dan... ik weet eigenlijk niet of die hier kunnen spawnen. Dat denk ik eigenlijk niet, maar... Nee, hè? Ja. Dat denk ik niet. Dus, dat zou jammer zijn, want dat is wel mijn lieveling. Ja. Daarom ja, dus... wie weet, misschien als je geluk hebt, dan komt er opeens eentje. Dus... we gaan het wel zien. Aankomen. Ja, top. Ik denk dat ik het ook hierbij ga afsluiten. We hebben iets moois gemaakt. Ik denk dat je ook nu... het bord kan bijwerken. Hey. Je hebt de makkerskrant. Ja. Die mag eraf. Die mag er nu af. Die is af. Mensen, laat eventjes in de comments weten wat je ook nog wil zien op dit eiland. Want het wordt dan gewoon gemaakt. En voor nu mag deze eraf. Ja. Hop. Kijk eens.
Er zijn nog En dan drie heb je weer andere. plek voor nieuwe Misschien dingen. wel meer nieuwe dingen, inderdaad. Stel dat het hele bord in één keer vol zit. We hebben genoeg Ja, te doen, genoeg toch dingen te altijd. doen. Ja. Ja, ik wil later ook gewoon ervoor zorgen dat hier een stuk of 30 varkens zitten. Ja, Zoiets. dat is wel een goede aantal, inderdaad. Niet te Pas is veel, genoeg maar plek nu. wel vol. Ja. Ja, dan heb je gewoon een mooi voorraadje. Toch? En een mooie boerderijtje. En dan zullen ze lekker in een mooi verblijf leven. Ik vind het echt Ja, je mooi zit opeens geworden. van land hier weer te spetteren hoor, die zalm. Ik weet niet wat die zitten te doen hier onder in het water, maar. Ja, dat heb je natuurlijk nog nooit gezien, want jij doet nooit Survival Island. Ja, nee, klopt ja. Dat is helemaal nieuw voor mij dat ze zo boven het water komen. Ja, Maar ja, dat is. ik wil je sowieso bedanken dat je me hebt geholpen met dit Ja, maken. geen probleem hoor. Dat is En dan kleine ga ik met moeite. de, ja, en dan ga ik met deze video afsluiten. Mensen, vond je dit een leuke video? Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Laat ook even in de comments een leuke reactie achter. Reacties komen in beeld zoals jullie hadden gezien. En als je iets bedenkt om te gaan maken, dan komt dat natuurlijk op het bord. Abonneer ook even op mijn kanaal, zodat je nooit meer de Minecraft Survival Island om 7 uur 's ochtends op woensdag mist. En soms een speciale random video. Die zijn wel leuk hoor, de random video's. Ja, er komen er wellicht wel meer. Wie weet. En dan hoop ik jullie allemaal weer de volgende keer te zien. En dan zeg ik voor deze keer, ciao mezen. Hey, wat doe jij? Ja, dat is een mooie afsluiter. En jij moet nog doei zeggen. Hey, doei, later.